Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag zijn bij mij de gast Nico de Leeuw en Jan Merton, beide communicatieadviseur, beide zou ik zeggen ethicus in de praktijk. Mooi geschreven. Ja, ja. En dat wil zeggen, ze houden zich bezig met goed en slecht, maar met name in relatie tot communicatie van het bedrijfsleven, maar ook wel van de publieke zaak. En we gaan het vandaag ook hebben over communicatieethiek, zou je kunnen zeggen. En dat is ook een thema dat ik zelf belangrijk vind, maar we gaan het dus wel wat breder optrekken. Echt ook wel over de politieke arena hebben. En zij doen dat normaal gesproken als docent ook. Dus het zijn publicisten en docenten. Nou, we gaan beginnen. Nico, met jou beginnen. Communicatie en ethiek staan op gespannen voet met elkaar. Want mensen spreken natuurlijk vaak liever hun ideaal uit. Denk aan het bedrijf dat de vlag hijst. Want we zijn nu allemaal bijvoorbeeld voor diversiteit als bank. En ondertussen, wat gebeurt er op de werkvloer? Dat speelt niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in je persoonlijk leven. Je kunt al gemakkelijk met elkaar iets zeggen. In woorden een bepaald ideaal betuigen. Maar probeer er maar eens integer naar te handelen. Is dat, zie ik het oerdilemma van de communicatie-ethiek dan goed? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat ben ik tenminste in de praktijk heel veel tegengekomen. Ik heb natuurlijk best wel veel gezien en bij veel bedrijven gezeten. Ik heb ook best wel een grote crisis meegemaakt in de woningcorporatiewereld, pas geleden. Ja, wat ik heel erg merk en waar ik me dus ook in verdiept heb, is dat er in de communicatiewereld, aan de ene kant wil men graag natuurlijk van dienst zijn en zorgen dat het goed gaat met een organisatie en daar met communicatie zoveel mogelijk ondersteuning bieden. Maar tegelijkertijd is het toch ook wel heel vaak, vind ik tenminste, dus heel erg die drang om te poetsen. Om het verhaal zo goed en mooi mogelijk te maken. Ja, mooi woord, poetsen, wegpoetsen. En daar zit toch een spanningsveld. En al helemaal als er natuurlijk dingen fout gaan. Ja. En de manager of de baas zegt van jongens, zorg dat dit wordt opgelost, want ik wil geen gezeik. En ik heb een foutje gemaakt, maar ik wil liever niet dat dat boven water komt. Ja, en dan zie je toch ook heel vaak dat er zeg maar, wordt gepoetst op een manier zodat men ermee weg hoopt te komen. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Mensen zijn aan het poetsen omdat ze zeggen we willen vertrouwen ontvangen. Hè? De organisatie wil vertrouwen ontvangen. Maar daar zijn ze heel erg bezig met beelden en communicatie. Maar vertrouwen ontvangen, vertrouwen ontvangen zegt het al, je krijgt het. Hè? Dat kun je niet zelf in de hand hebben. Je krijgt het of niet. Maar wat je wel in de hand kan hebben is betrouwbaar zijn. En daar pleiten wij veel meer voor dat je ook als communicatieadviseur moet zorgen dat je organisatie betrouwbaar is. Ja, en als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan komt dat vertrouwen vanzelf wel. Dat is best ingewikkeld hoor, om dat überhaupt voor elkaar te krijgen is al heel ingewikkeld. Kennelijk. Want jij koppelt, Jan, dus integriteit of goed werk voor een communicatieadviseur. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Ja. Of een communicatiemedewerker, wat hij nou eigenlijk doet in een grotere organisatie. Aan betrouwbaarheid. Dat vind ik al een interessante stap. Hè? Van wat jullie schetsen ook in jullie whitepaper. Dat zal ik ook onder de video plaatsen trouwens. Een leuke tekst om de zaken op een rij te zien. Dat vertrouwen een probleem is in Nederland. Nou, algemeen bekend, sociologisch feit. We zitten in een vertrouwenscrisis. Vertrouwen in de elite is laag. Vertrouwen in de politiek is laag. We zitten in een vertrouwenscrisis. We zitten in een vertrouwenscrisis. Al jaren, maar het is sinds de corona is het echt zeg maar ver onder de rode strepen. Maar hoe hou je dit nou in een organisatie ook in de touwen, die betrouwbaarheid? Want dat is het algemene sentiment. Wel, we weten natuurlijk ook, er zijn heel veel succesvolle bedrijven en organisaties, instituties, en die moeten het toch voor elkaar zien te krijgen. Waar zit hem dat in, die betrouwbaarheid? Nou ja, kijk, te veel zijn communicatieadviseurs nog bezig met het eind. Hè? Dus de directie maakt het beleid en dan moet er iets verkocht worden en dan komt de communicatieadviseur pas kijken. En dan heb je te maken met die buitenwereld. Nou, de wereld is tegenwoordig anders dan vroeger. Vroeger kon je zeggen, we leven in een ivoren toren, we maken een mooi verhaal en dan komt het vanzelf wel uit. United Airlines kon vertellen dat ze de meest fantastische vliegtuigmaatschappij zijn. Een aantal jaren geleden was er een vliegtuig overboekt. Dat doen de Amerikanen. Hè. Verkopen meer tickets dan dat er plaatsen zijn. Omdat ze weten, 15% komt niet opdagen. Nu kwamen er wel mensen wel allemaal. Het vliegtuig zat vol en United Airlines besloot, ja, wij willen nog 4 personeelsleden meenemen naar het volgende vliegveld, want die moeten daar werken.
En 4 passagiers moesten eruit. Er werd met de computer bepaald wie eruit moest. Die mensen weigerden. En 1 is er toen met geweld het vliegtuig uitgetrokken. Daar is een opname van gemaakt. En die is via sociale media verspreid. Ja. Met als gevolg dat die 150 miljoen keer bekeken is. En de aandelen van United Airlines met 15% naar beneden gingen. En met andere woorden, de wereld is nu veranderd. Je leeft allemaal in een glazen huis. Je kunt niet meer als vroeger mooie verhalen vertellen en fouten maken die niet meer gezien werden. Alles wordt nu gezien. Zelfs bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst komt alles naar buiten. Dus, ja, zelfs de personeelsperikelen bij de AIVD, daar wordt over verteld. Dus iedere organisatie moet beseffen, we leven in zo'n glazen huis. En binnen de korte keren kunnen we commentaar krijgen over waar we mee bezig zijn. Nou, hoe moet je dan zorgen dat je niet in die problemen komt, is zorgen dat je hele organisatie betrouwbaar is. Dus dan kijk je naar de kernopdrachten. En de bedrijfsprocessen, je producten die je maakt, je interne gedrag, je externe gedrag. Dat moet allemaal in orde zijn. Ja, En als je met die blik gaat kijken, en dan komen we ook meteen op ethiek. Hè, want dan kijk je ook van, is dat ethisch allemaal in orde? Pas als je dat op orde hebt, dan kan je ook weer zeggen, en dan gaan we de communicatie doen. En die moet ook nog eens een keertje ethisch verantwoorden. Ja. Het fraaie aan jullie benadering vind ik wel van de ethiek. Dat jullie eigenlijk zeggen, ja, binnen de communicatie is dat een heel belangrijk thema. En de communicatie is normaal gesproken binnen een bedrijf of een instituut niet zo'n belangrijk departement. Die bepalen wel heel erg hoe we met elkaar spreken, maar... Dat is een grote frustratie ook. Worden daar nou de grote beslissingen genomen? Klopt. Of zijn dat de belangrijke mensen? Klopt. Daar zit een heel groot minderwaardigheidscomplex in het communicatievakgebied. Ja, ja. Dat heb ik wel gezien en gemerkt, ja. Dus een soort frustratie. Ja, want ik zou normaal gesproken nu ethiek in een grotere organisatie echt ook positioneren meer bij HRM, bij personeelsmanagement en bij personeelsbeleid. En jullie zeggen eigenlijk, nou, denk ik ook omdat communicatie zo gezichtsbepalend is en omdat er nogal wat fouten in ontstaan, proberen jullie ethiek eigenlijk daarop te richten? Nou ja, juist ook omdat de communicatieadviseur, die is gewend naar buiten te kijken wat er buiten allemaal gebeurt. En wat er buiten gebeurt heeft heel veel invloed op je organisatie. Dus als een communicatieadviseur meer ethisch bewust is, kan die ook die organisatie voor waarschuwen. Ja. He, let op, dit moet je niet doen. Ja. Daar kan je allerlei fouten voorkomen. Kijk, want wat er nu gebeurt is dat er heel veel geld naar communicatie gaat en naar marketing om mooie verhalen te vertellen. Maar als je organisatie niet goed is, dan helpen al die verhalen niet. Sterker dus nog, dan gaat het tegen je werken. Ja. Ja. En het, nou ja, Jan en ik hadden het ook al over, meer als een soort radar naar buiten toe. Ja. Om dingen op te pikken. Hè? En dat als het ware qua data informatie door te vertalen naar de organisatie. Ja. Om vervolgens ze binnen de muren, laat ik het zo maar even zeggen, hè, daarvan alert te maken. Ze erop te wijzen en daar ook over te adviseren. En dat is de kant van buiten naar binnen. Maar van binnen naar buiten hebben ze natuurlijk ook dan een functie. Hè? Wij noemen het eigenlijk functioneel geweten, hè, Jan, van de organisatie. Ja. Dat je ook kijkt, Jan noemde net al de processen, de kerntaken, de producten en de diensten, gedrag intern en extern. Ja, als je daar wat meer op let en als je ook dat mandaat zou krijgen om daar wat mee te doen. En je hoeft niet meteen als een verklikker meteen naar de baas te lopen. Ja, Jantje die doet iets fout. Maar je kan wel de mensen erop wijzen en ze dan ook jou kennis en hulp en ondersteuning aanbieden, ja, om dat in orde te krijgen. Laten we die verschillende aspecten van wat we dan maar noemen ethisch communicatiebeleid is aflopen. Hè? Dus jullie zeggen van, sta stil bij je kerntaak. Ja. Ik heb zelf samen met Ad Verbrugge een boek geschreven, een boek gemaakt trouwens, moet ik zeggen, geredigeerd. Waartoe is de universiteit op aarde? Ja. En later heb ik ook nog eens een artikel geschreven, waartoe is eigenlijk de hogeschool op aarde? En ik merk dat heel veel mensen die dat lezen, het is trouwens een katholieke frase natuurlijk, hè? Waartoe is de mens eigenlijk op aarde? Maar dat mensen zeggen van ja, eigenlijk dat is eigenlijk een belangrijke vraag. Hè? Tegenwoordig in de bedrijfskunde heet het ook wel eigenlijk de purpose vraag. In welke zin maken wij nou ons verschil? Begrijp ik het dan goed? Wat zie jij ook de kerntaakvraag op die manier? In principe wel. Ik moet je zeggen, ik krijg heel snel uitslag van weer nieuwe Engelse modetermen. Heb ik ook. Dan denk ik van, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Maar nou ja, de kerntaak. Kijk bijvoorbeeld, nou ja, ik heb bij Rochdale gewerkt. Hè? De beroemde corporatie die destijds in het verleden. Ja. Hè? Nu is het allemaal weer prima op orde. En ik denk dat deze club daar heel veel van geleerd heeft. En nu dus echt wel goed bezig is.
Maar in het verleden is die Maserati, de man met de Maserati, deze meneer zit nu in de gevangenis. Ja, wat is het verleden hier? Waar speelde dat in eigenlijk? De corporatiewereld, en dat was niet alleen Rochdale, maar daar, dat kwam zo in de publiciteit dat natuurlijk uiteindelijk, er kwamen toen in die periode nog meer corporaties vanwege corruptie. Privé profiteren van. Privé profiteren van. Publiek geld eigenlijk. Mismanagement. Het had te maken met ethiek. Het had te maken met mismanagement. Ja, bewust mismanagement. Ook bewust mismanagement. Ja. En toen is er natuurlijk heel veel heisa ontstaan. En uiteindelijk is daar zelfs een parlementaire enquête gekomen. Maar een van de kernfeiten destijds was dat die corporaties volledig van het padje af waren gegaan. Ja, dus dat is die kerntaak. Ja, dat is die kerntaak. Het is heel simpel. Je moet je alleen bezighouden met mensen die geen woning kunnen betalen en dan toch onderdak kunnen krijgen. Dus goedkope sociale huurwoningen. Ja. En zorgen ook dat die leefbaarheid in die buurten, dat je daar aan meehelpt. Ja. Het is grappig dat jij dus de Rochdale aanhoudt, maar dat komt omdat jij er gewerkt hebt. Want de bekende in de publieke sfeer is denk ik vooral Vestia. Vestia. Die is vooral bekend erom geworden. Vestia is er bekend om geworden. Omdat beleggen in het buitenland. Ja, dure auto's voor de directeuren, ondertussen hoge schulden met allemaal renteswaps werken. En er waren zoveel financiële problemen dat uiteindelijk, om Vestia overeind te houden, er is een soort systeem in de corporatiewereld dat ze elkaar helpen. Dus als er één in de problemen zit, moeten andere corporaties bijlappen om elkaar overeind te houden. Nou, Vestia was zeg maar de grootste dominosteen. En als die zou vallen, dan ging het hele stelsel plat. Ja. Dus, de financiering van het hele stelsel. Ja, dus er was een grote paniek destijds. Ja. Ja. Even terugkomen, dus op die kerntaken. Wij vinden het ook goed dat iedereen gewoon zelf kijkt, ben je nog wel met die kerntaken bezig? Als je bijvoorbeeld de UvA kijkt, die hebben het belangrijkste natuurlijk is onderzoek en onderwijs. Ja, de Universiteit van Amsterdam. Die hebben ook wat vastgoed in beheer. Ja. Nou, er was een stafafdeling, daar werkten 21 mensen. 7 ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek en 14 ter ondersteuning van vastgoed. Dan weet je al, daar zit iets fout. Als je alleen al daarnaar kijkt, dus dat later het hele rendementsdenken en de hele kwestie daar naar boven kwam, had je toen eigenlijk al voor kunnen voorspellen. Nou, onze tip is, kijk altijd, ben je nog wel met je kerntaak bezig? Ja. Ook als communicatieafdeling. Ja. Is dit wel de kerntaak van de organisatie of ben je nu met andere dingen bezig? Dezelfde vraag. En hoe zit dat in het bedrijfsleven? Ja, nou zeker. Dezelfde vraag die je zou kunnen stellen is aan Tony Chocoloni. Ja, in hoeverre is Tony nou bezig met de kerntaken? Als je artikelen in de kranten leest, dat de eigenaar als een soort Willy Wonka een groot pretpark wil neerzetten. En nou, noem het maar op. Hoe groter, hoe beter. Ja. Je kan nu al zien aankomen dat op een gegeven moment, als ze steeds meer die kant op gaan of steeds meer dat soort dingen erbij gaan doen, en er zal best een hele goede gedachte achter zitten, dan gaat het fout. Nou, is Tony Chocoloni wel een bijzonder ethisch bedrijf en zij willen eigenlijk. Vind je? Nou, laat ik het zo zeggen. In hun profiel proberen zij dus die chocolademarkt te veranderen en te zorgen dat er niet meer, met kinderen en slaven wordt gewerkt, toch? Dat is eigenlijk hun. Hele mooie gedachte. Business propositie. Ja. Maar zeer aaibaar voor marketing activiteit. Ja. Jij bent er dus eigenlijk cynisch over. Sterker nog, Jan en ik, als wij doseren gastcolleges geven, dan gebruiken we zelfs het voorbeeld van Tony Chocoloni. Toen ze op een gegeven moment een stuntje hadden om aandacht te krijgen voor een winkeltje wat ze openden op de beurs. Ze hebben zelfs gewoon de boel besodemieterd. Ze hebben gewoon gejokt, ze hebben journalisten misleid. Uiteindelijk heeft dat weer een relletje gegeven waardoor er weer een keer publiciteit ontstond. Oh, ja. Het mag allemaal, kennelijk, omdat een ethisch doel nastreven. Leugentje om best wel. Precies. Ja, even voor de duidelijkheid wat ze deden is, ze stuurden een persbericht de deur uit dat ze naar de beurs zouden gaan. En met allerlei beurstermen erin. Zodat het leek alsof er aandelen Tony Chocoloni te koop waren. Normaal is het dat een journalist dan even nabelt van klopt het? Nou, de telefoon werd niet opgenomen. Alleen voor het ANP, maar daar jokte ze ook nog tegen van gaat echt gebeuren. En uiteindelijk bleek het niet te gaan om een echte beursgang, maar om een winkel in het beursgebouw in Amsterdam van de beurs van Berlage. Dankjewel voor de uitleg, Jan. Daar ging het dus over. Je belazert de boel. Ja. En dus dan, wij vinden dat niet ethisch om op die manier free publicity te krijgen. En wij zeggen dus ook, dat moet je helemaal niet doen. Het is heel grijs, hè? Het is heel klein. Hè? Het is een beetje.
Ja. Op 1 april zou je nog kunnen zeggen, nou ja, iedereen weet goed dat het 1 april is. Ja. Oké, okay, maar het was ook geen april. Ja. Waar leg je dan de grenzen? Maar dit is al een voorbeeld van eigenlijk twijfelachtig gedrag. Terwijl we hadden het ook nog over die vraag waartoe, hè, of wat is de kerntaak van de organisatie? Ja. En toen zei je ook van ze willen een pretpark bouwen, ja, ze willen beursgenoteerd worden, is dit eigenlijk. Hè? Dus dan ze doen onrecht aan hun eigen zelfgestelde kernopdracht. Ja. Nou, daar hebben we nu een aantal voorbeelden van gehad. Hè? Dus de woningcorporatie, Tony Socoloni. Mm-hmm. Universiteit Amsterdam. Universiteit Amsterdam. Jullie noemden ook nog het idee van producten en diensten. Wat kan er daaromheen fout gaan? Moet ik dan denken aan een melkpak waarop staat van het is vegan en... ondertussen is dat alleen maar niet volgens de standaardcodes en is het eigenlijk niet vegan? Bedoel je dat? Nou ja, bijvoorbeeld, dat kan. Maar sowieso met je hele productie, dat je beseft van, is dit ethisch wel verantwoord? Dus je kan ook weer kijken naar de communicatie, maar een communicatieadviseur kan ook zeggen, nou, we moeten even kijken van, is dit wel het juiste product? In de jaren 70 kwam Ford Pinto, Ford kwam in de auto, Ford Pinto. Ja. Dat was een klein Amerikaanse auto, ze waren gewend grote auto's te maken. Dit was een kleine. Daar hadden ze wat moeite met het ontwerp. Er was een benzinetank in en dat was niet helemaal veilig. Nou, als je daar een ongeluk mee kreeg, dan kon de benzine ontploffen. Ja. In die tijd werd er gewoon een berekening gemaakt. Ja, een mensenleven, dat kost $150,000. Nou, we kunnen nu de productie wel stoppen en aanpassen, maar dat is heel erg duur. Ja, we nemen gewoon het risico, wat is goedkoper, hoe gaan we? Nou, tegenwoordig zeggen we, dat kan je toch niet meer maken? Even zo goed, heb je wel de diesel software, Schummel software geval gehad, wat eigenlijk toch precies hetzelfde is. Milieu tegenwoordig belangrijk, kost mensenlevens als je slecht met het milieu omgaat. Ja. Dus er wordt gewoon diezelfde overweging nog gemaakt. Ja. Dus ook daar kun je dus als communicatieadviseur ook zeggen, jongens, let op, de wereld is veranderd. Ja. Hier kom je niet meer weg met deze argumentatie. Ja. Het gaat niet alleen maar meer om winst maken en de boel belazeren. Altijd komt het uit en dan zitten we op de, moeten we op de blaren zitten. Dan is het ook veel duurder, even afgezien van de reputatie, hè, en het vertrouwen wat je verliest. Nou, daar kunnen we natuurlijk, daar kunnen we geen rekensom tegen aangooien, want Joost mag weten hoeveel dat kost. Heb je ook nog eens een keer de financiële problemen en de vermindering in de aandelen, et cetera. Ja. Maar goed, als het alleen om het geld zou moeten gaan, dan denk ik dat je ook als, zeker in deze samenleving, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Nee, kijk, dat duurzaamheidsthema bijvoorbeeld, dat is nu 2 jaar speelt dat, denk ik. Hè? 2,5 jaar, vliegschaamte en dieselgate ligt er alweer wat voor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die al bezorgd waren om milieu in 2000. Daar gaat het nu even niet om. Maar dat het echt publiek een belangrijk ervaren thema is. En daarmee is er ook wel wat gedraaid. Hè? Tegelijkertijd, als nu die dieselgate pas bekend zou worden, denk ik ook dat mensen nog steeds Volkswagen zouden blijven kopen. Dat vind ik wel eens het lastige daaraan. Dat je zegt wel de wereld is veranderd, maar het systeem toch nog niet. Hè? Hoe zien jullie dat? Dat je toch het idee hebt van we zitten in een periode van normatieve verstrenging en tegelijkertijd die bedrijven houden zich er niet aan, de consumenten vinden het wel prima lijkt. Ja, dat is een lastige eigenlijk. Sowieso is het niet goed voor het vertrouwen, denk ik. Ik denk dat het zeker wel meespeelt dat veel mensen dan toch steeds argwanender worden. Ja, omdat ze zien van die bedrijven gaan door op een bepaald traject, terwijl eigenlijk aan de andere kant horen ze verhalen van dit kan niet meer. Ja. Dus onder de, radar verbrokkelt het vertrouwen in wat je van bedrijven denkt en van hun leiders. Nou ja, dat blijkt ook wel uit al die metingen de afgelopen jaren. Je ziet dat vertrouwen toch steeds verder omlaag gaan. Nou, dat vind ik wel interessant in jullie whitepaper dat jullie dit zo zeggen. Want ik weet niet of dat nou zo blijkt. Ik vind het wel een mooie interpretatie van de vertrouwenscijfers. Dus de vertrouwenscijfers, die zijn, die maken behoorlijk ongerust, maar waar komen ze nou door? Hè? Waarom vertrouwen mensen nou bijvoorbeeld beleidsmakers of elites niet meer? Nou, een van de redenen zou wel kunnen zijn. Van, kijk, zelfs bij Volkswagen lukt het niet om volgens de codes, volgens de eigen normen te produceren. Dus het is misschien verbrokkeld onder de radar. Hè? Dat...
Ja, nou ja, er zijn veel meer voorbeelden natuurlijk. Neem ING. Hè. ING kwam in financiële problemen met de vorige economische crisis. Moest overeind gehouden worden omdat het een structuurbank is. Is dus door overheidsgeld overeind gehouden. Die hebben daarna wat ze aan steun hebben gekregen wel weer terugbetaald. Maar toen bleek dat ze onvoldoende controle hadden op witwassen. Ja. Daar hebben ze een boete voor gekregen. Een flinke. Ja. Nou ja, als je dan zegt van kijk, je bent er als systeembank. Wij vinden ook dat je misdaad moet bestrijden. Jullie zijn de een van de eerste die daar mee kunnen helpen op het financieel te kijken. Je hebt er dus een overheidstaak in. En je doet dat niet goed. Omdat je nou we beknibbelen wat op personeelskosten. En dan zien we wel. Nou ja, vond moreel verwerpelijk. Ja. Maar ja, dat mensen dan nog steeds bij die bank zijn, is ook, je hebt bijna geen keus. Ja. Daar zit het trouwens ook echt in het proces van die bank. Hè? Dus niet in de kerntaak, maar in het proces. Het hangt wel met elkaar samen. Ja, precies. Nou ja, daarom zeggen wij ook, die kijken dus ook naar de bedrijfsprocessen. Ja, ja. Maar dat het daar eigenlijk fout ging, even kort gezegd, is dat ze hebben gewoon een productielijn van mensen die een lening willen afsluiten of geld willen storten op een bankrekening. En dat komt dan via een andere bankoverwijzing, gaat het de bank weer uit. Daar zijn allemaal rode red flags, hè, van gebeurt hier iets raars. Bijvoorbeeld wordt er voortdurend 2 ton overgemaakt en 3 uur later weer eraf gehaald. En als zo'n rode vlag omhoog gaat, dan moet er eigenlijk iemand aan het werk om dat uit te zoeken. Ja. Ja. Maar daar hadden ze weinig mensen voor. Nee, daar hadden ze weinig mensen voor. En ze wilden ook niet, ze wisten het wel, maar ze wilden ook niet meer mensen daar op de afdeling zetten. Het is tegelijkertijd een voorbeeld van mislukte private-publieke samenwerking. Want dat bleek ook zo te zijn dat ING niet echt hulp kreeg aan de kant van wat ik maar even de politie noem. En dat is denk ik vooral ook zeker ook ING te verwijten. Maar, want je moet natuurlijk mensen overtuigen dat je hulp nodig hebt. Je kan niet zomaar bellen en zeggen van ik krijg het. Dan moet je natuurlijk diplomatieker in zijn als bank, zeker als systeembank. Maar de politie is er toch ook wel ongevoelig voor geweest. Hè? Dus er hing daar een systeem, maar dat werd niet. Mensen hadden dat onvoldoende geautomatiseerd, eigenlijk dat systeem. Niet in de zin van digitaliseren, maar in dat zowel de politie en de beleidsmakers als die bankiers zelf wisten van dit is er voor nodig om het in de lucht te houden. En als er zo'n rood vlaggetje omhoog gaat, moet je dit en dat doen. En dat heeft denk ik ook te maken met dat soort verwarring van dat ING zegt, ja, maar wij zijn toch geen politie, wij kunnen jullie bellen, maar we gaan niet met jullie meedenken, laat staan jullie lobbyen, dat jullie helpen om onze klanten te observeren. Terwijl ja, voor een systeembank zou je toch wel kunnen zeggen, ja, die moeten gewoon eigenlijk politieactiviteiten ook ontwikkelen. Want dat hoort, als je zo groot bent, dat je eigenlijk een soort halve staat wordt. Alle banken hebben die opdracht gekregen van de overheid. Hè? Als er dus transacties zijn die meer dan 25.000 en er is iets geks aan de hand, dan moet je even waarschuwen. Ja. Dus als je die controle niet genoeg doet, dan zit er al iets fout. Ja. Maar tegelijkertijd, de overheid moet wel helpen als blijkt dat die controle, zoals de overheid dat zelf wil, niet zo gemakkelijk uit te voeren is. En dat ze er eigenlijk altijd wel, bij wijze van spreken, een politieagent bij nodig hebben en die er eigenlijk maar de helft van de keren is. Dan snap ik zo'n bank ook wel. En dan, voor je het weet, heb je dan een managementwissel en ben je een jaar verder en dan is er weer heel veel geld witgewassen. Gewoon een ontzettend stom proces, met andere woorden. Maar de overheid is ook naïef hierin, denk ik. Omdat ze niet doorhebben dat zo'n systeembank natuurlijk nog weer een grotere rol speelt dan een gewone bank, omdat er zoveel geld in rondspoelt. Mm-hmm. Het is nog maar zien of je dat met data boven kan krijgen. Dus dat is maar dat is misschien ook heel raar om vast te stellen dat zo'n bank dus de eigen datastromen niet transparant heeft. Ja. Ik kan er verder niet achter kijken hoe dat precies is gegaan. Maar als ik bij zo'n bank zou werken, dan zou ik in elk geval wel mijn uiterste best doen om aan te geven dat als je er sowieso niet meer mensen bij zet om te kijken of je het dan enigszins nog kunt bekijken, bemannen, en je zegt van nou, laat het maar zo, ja, dat natuurlijk ontzettend veel problemen kan gaan geven. Ja. En dan is het uiteindelijk natuurlijk aan de managers of de directie om daar een besluit op te maken. Maar ja. Ja, kijk, als je kijkt naar ons, wij zien een communicatieadviseur als die een rol moet hebben als geweten van de organisatie. He, dus waarschuw van, als je achter iets komt, waarschuw die directie van dit is niet goed. He, dus als je dit zou weten van dit bedrijfsproces klopt niet helemaal, dat kan allerlei gevolgen hebben. Ja. Nou, gevolgen dat je dus in dit geval een boete krijgt. Maar ook heel veel commotie in de buitenwereld. He, daarna
kreeg dat journalisten en politici allerlei commentaar gaven op ING. Het draagvlak voor zo'n grote bank, ondermijn je daarmee? Ja, nou ja. Het grappige is, wij zeggen ook altijd, dan even los van die bedrijfsprocessen, als je kijkt naar de communicatie, als je dan zo'n crisis hebt, wat je niet moet doen is voorjasgedrag. Dat zie je heel vaak. Afkorting voor mensen verstoppen zich, zijn niet bereikbaar. Ja, simpel gezegd, ontkennen, struisvogelgedrag. Ja. Ja, verstoppen, ontkennen, jokken, aanvallen, slachtofferrol spelen. Nou, en dan vaak in een bepaalde volgorde. Verstoppen zie je vaak, hè? Dus dat dan is er onrust over een bedrijf. Ja. Dan negeren ze het gewoon, denken ze gewoon als ze overbij waaien. Ja, ja, precies. Dat is ook de strategie nu bijvoorbeeld van Siewert van Linden. Die denkt ook gewoon, hopelijk is het over een jaar weg, de onrust. Ja. Ja, klopt. En Jok is duidelijk, verdraaien, miskennen. Slachtofferrol, dat was echt grappig, ook met die ING. Ja, viel mij ook op. Dat was grappig, want op een gegeven moment was er een lid van de Raad van Commissarissen die een interview gaf van NRC en zei, politici en journalisten, jullie moeten eens ophouden met ING zo te bashen. Dus die gingen in de slachtofferrol. In plaats van zeggen, we hebben wat fout gedaan. Erken nu gewoon je tekortkoming. Ja, dit hebben we fout gedaan, we gaan dat oplossen. Ja. Daar zijn mensen tevreden. Kijk, mensen zijn helemaal niet... Iedereen maakt fouten. Ja. Dus dat is menselijk en dat accepteer je ook wel voor organisaties. Net zoals een privé-relatie, toch? Als je maar daarna je tekortkoming zegt, dan gaan we wat aan doen. Ja. Maar niet deze dingen. Dus er zijn wel mensen die zeggen, als je nou gewoon op je werk je net zo gedraagt als bij je vrouw of je man thuis, dan zouden we wel een veel betere wereld leven. Is dat ook jouw intuïtie, Nico? Ja, en ik denk dat uiteindelijk bedrijven ook veel beter draaien. De mensen veel meer betrokken zijn, veel minder ziekteverzuim is. En dat ze uiteindelijk misschien zelfs wel meer omzet draaien. Ja, het is ook wel mijn kennis, als je de literatuur erop naast laat, zie je heel vaak het principe van neutralisering op werk. Dus mensen, zodra ze de drempel van hun werk overstappen, het eigenlijk nog lastig vinden om hun normen en waardenpakket van thuis op de rug te houden en zich anders gaan gedragen. Dat kan heel productief worden, een excellente werkcultuur, maar het kan ook heel amoreel worden. En dat is toch heel gek, dat de private sfeer dus ethischer kan zijn dan de werksfeer. En dat toch, zodra je een pak aantrekt of met elkaar gaat zoomen, dan gebeurt er dus iets waardoor mensen... Nou, sterker nog, er gaat zelfs... minder twijfels hebben. Het is toch een bekend, Japke Bauma, die maakt er toch prachtige columns over. Dat we dan ook in één keer, als we de drempel over zijn van het bedrijf, dat we in een soort van vakjargon stappen en met elkaar termen bespreken, waardoor we kennelijk weten waar we het over hebben. Ja. Terwijl het vaak nergens over gaat. Allemaal taalspelletjes. Taalspelletjes. Vaak ook wel dicht in de hoek van een communicatieadviseur. Die taalspelletjes. Bijvoorbeeld nieuwe advertenties voor... als je gaat solliciteren bij een bedrijf, die hele sfeer eigenlijk. Hè, van een advertentieplaat in de krant, is hier bepaald werk te doen tot en met het sollicitatieproces zelf en de afwikkeling daarvan. Ja. Er zit heel veel vaagtaal mee. Ja, precies. Nou ja, zo noemt Japke Bauma het ook in die laatste column. Ja, vaagtaal. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje dat mooie beelden creëren van die communicatieadviseurs, waarvan wij zeggen, stop daarmee. Ook met die vaagtaal. Zorg nou dat je organisatie betrouwbaar is in al zijn facetten en vertel dan eerlijk over je organisatie. En dat is al voldoende. Ja. Wat betreft ethiek, wil ook even, jij zegt die ethiek. En mensen, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen normen en waarden. Krijg van huis uit mee, dus dat ga je op je werk, neem je dat ook wel weer mee. Ja. Maar het zou goed zijn als mensen zich wat meer ook in ethiek verdiepen en bij bepaalde aspecten gaan nagaan van hoe kun je daar op verschillende manieren tegenaan kijken? En wat zijn nu de argumenten? Ja. En als je daar meer in verdiept, dan kom je ook tot een veel beter oordeel van dit kunnen we wel of niet doen. Ja, ja. Kan je een voorbeeld noemen van een argument of oordeel dat je tegenkwam, jullie als adviseurs, waarvan je dacht van, goh, ja, dat was eye-opener of scherp gezien? Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld weer het voorbeeld van Tony Chocolonely, die dus met dat persbericht kwam. Ja. Als je kijkt naar de diverse ethische stromingen die zijn, dus de drie hoofdrichtingen, de plichtethiek, de gevolgenethiek en de deugdethiek, dan kan je daar allemaal op loslaten. Als je zegt, als je dus mag leren om free publicity te krijgen,
mag je dus altijd liegen om free publicity te krijgen. Ja. Maar een groot probleem in de wereld, waar we hadden het net over vertrouwen, een van de dingen is dat er zoveel nepnieuws is. Dan mag je nu zelf nepnieuws creëren. Ja. Nou, ja. Zou je al niet meer doen. Gevolgen, ik kijk ook naar de gevolgen. Er is altijd al een strijd tussen journalisten en communicatie. Eeuwige haat-liefde-relatie. Ja. Zet op LinkedIn een discussie over dat onderwerp en hop, we gaan weer los. Jullie beroepsgroep heeft ook wel een rare rol gespeeld in de geschiedenis van het nepnieuws, toch? Dus de communicatieadviseurs, die kunnen ook manipuleren. Daarom pleiten wij er ook voor, om dat niet meer te doen. Meer dan journalisten, die hebben hun eigen manipulaties wel. Die willen altijd iemand spreken en nooit een te grote duiding en zogenaamd ter plekke zijn. Ja. Die hebben hun eigen clichés, maar de communicatieadviseurs, die... De toeslagenaffaire natuurlijk een heel groot... Tijdens de uitreiking van de journalist van het jaar... zijn er twee geworden die zich destijds hebben vastgebeten in die affaire... en daar ook heel veel boven tafel hebben gekregen. Nou, terecht dat ze dan ook een journalistenprijs krijgen. Want dat heeft gelukkig wel wat losgemaakt. En zelfs een val van het kabinet. Dus de journalist die daarvoor dat jaar... Ja, sorry, het jaar daarvoor de prijs had gekregen... die mocht een toespraakje doen en die beelden uitreiken. Die prijzen uitreiken. En die deed zelfs een oproep aan de journalisten... aan de woordvoerders van de ministeries, waar de journalisten veel mee te maken hadden gehad. Van jongens, dit kunnen jullie niet maken. Liegen, bedriegen, doelbewust het bos insturen, het kluitje. Ja. Dat zien we nu rondom corona natuurlijk ook nog heel erg terugkomen. Laten we eens een discussie gaan houden over een beroepscode. Kom op, dit gaat veel te ver. Ja. De journalisten die oproep doen naar de communicatiewereld, notabene. Ja, zo'n code. Jullie komen ook tot zo'n code, hè? Nou, we willen er wel graag een hebben. Wij pleiten voor een beroepscode. Ja. Noem eens iets wat daarin zou moeten staan, Nico. Nou, sowieso dat voorjaarsgedrag natuurlijk. Hè? Ik heb toen ik bij mijn erfenis bij Hortzeel destijds is geweest... dat we echt een afspraak hebben gemaakt op papier. De bestuurder heeft zich daar zelfs hard voor gemaakt. Als wij communiceren, hè, of het nou positief is of of het nou gestomd aan de knikker is... we gaan geen voorjaarsgedrag toepassen. En wat is dat precies? Nou ja, wat Jan net al zei. Verstoppen, ontkennen. We gaan niet verstoppen, ontkennen, jokken, aanvallen, slagoffers spelen. We gaan gewoon transparant mogelijk erop in. Ja. Tuurlijk kan je tijd winnen door, als je weet dat een journalist gaat bellen. Nou, ik ben iemand die weet precies wanneer de redactie is weer aan bellen. Hè, dat je dan bij wijze van spreken s'avonds nog bij elkaar komt met een aantal managers... om te zorgen dat je alvast een oplossing hebt voor het probleem. Hè, dan ben je natuurlijk alweer een beetje uit de wind. Maar nou ja, dat dus, heel belangrijk, voorjaarsgedrag. En daarnaast, wij noemen dat in ons boek ook, in ons whitepaper, de communiceren voor de aandachtspunten van vertrouwen. Ja. En dat betekent dat je volgens een aantal richtlijnen, dat is al een hele klus om dat überhaupt al die richtlijnen te hanteren. Hè? Ja. Maar soms als je als je de meerderheid kan handelen, dan is het al goed. Maar zorg dat je in elk geval zoveel mogelijk volgens die richtlijnen betrouwbaar communiceert. Ik denk dat een code in het algemeen een mooi model is. Het gevaar is wel dat heel veel organisaties, bijvoorbeeld zie je ook in de olieverwerkende industrie, autowereld, eigenlijk die hele branche van bron tot en met autorijden, dat codes ook vaak misbruikt zijn. Hè? Om nieuwe wetgeving nog een beetje weg te houden en te zeggen van ja, we hebben een code, we doen het anders. Maar in het geval van de communicatiemedewerkers en industrie is het denk ik wel een hele stap vooruit. Want het is toch een soort formaliseren met elkaar van de volgende ethische stap. Precies. Codes hebben ook keerzijdes. En dat is het lastige eraan. Maar ik vind het goed dat jullie dat voor deze beroepsgroep doen, hoor. Je dwingt daardoor ook, als je al op een bepaalde manier besluit om te communiceren... Ja. Dan dwing je toch ook al intern dat ze de boel op orde moeten krijgen. Ja. Ik denk dat het goed is. Ja, je kunt ook je dwingen, het is het institutionaliseren. Je zegt gewoon met elkaar, jongens, uiteindelijk als je dit werk doet, let hier dan gewoon op. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat het intrinsiek wordt. En dan pak je de naïvelingen, daar verschillen de meningen denk ik ook nog wel over. Want kijk, intrinsieke motivatie, dat is ook moeilijk. Je kan ook zeggen van ja, het mag gewoon niet en dat maakt het ook makkelijk om het dan niet te doen. Anders moet je weer bij jezelf nagaan van ja, vind ik het nou eigenlijk, is het niet een leugentje om best wil, hoe ben ik nou omgevoed? Dus zo'n code heeft ook een soort van robuustheid van, hè? Ja, dit is de maat. Of jij nou de intrinsieke motivatie voelt of niet. Ja, dus het zet ook de communicatieprofessional aan het denken. Hè? Dus, want nu is het, je werkt gewoon voor de organisatie. Ja. En daar verdien je geld en dan moet het allemaal zo goed mogelijk. Wij zouden ook graag zien in de beroepscode. Ja, je bent ook maatschappelijk verantwoordelijk.
Ja, dus, zelf mensen laten nadenken. We kennen allemaal de werken van Hannah Arendt en wat er kan gebeuren als je op een gegeven moment dat uitzet en alleen nog maar zegt wat de computer doet of de manager vindt wat er gedaan moet worden. Dat proberen te structureren. Dus een kritisch denkende communicatiemedewerker, daar staan jullie eigenlijk voor. Ja. Wat een taak. Ik denk juist dat communicatiestudenten al... En ik denk ook in de journalistenwereld, ik denk dat ook, daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Ik denk dat die dat ook al van begin af aan meekrijgen. Hoe werken de media? Hoe werkt communicatie? Ja. Ook het niets voor zoete koek slikken. Niet meteen aannemen en niet meer nadenken. Nee. Zoals de Japanners dat. Hè? Maar misschien in hun werk als communicatiemedewerker of journalist wel. Hè? Hoor, wederhoor, dat soort principes toepassen. Goed navragen in waar de organisatie. Komt het vandaan? Maar zodra ze iets op papier moeten zetten naar de directeur of naar buiten toe, dan zijn ze toch ook wel weer gevoelig. Hè? Voor mooie woorden gebruiken en dingen. We pleiten er juist ook voor. Kijk, vaak is het ook dat een directeur zegt, jij moet het verkopen. Hè? Gaan we. En wij zeggen juist, kijk, als je meer ethisch te werk gaat, dan heb je juist ook goede argumenten om het anders te doen. Dan kan je ook die directeur overtuigen. Want luister, die buitenwereld is niet maakbaar. Het is niet dat jij kan bepalen hoe het wordt. Ja. We zijn afhankelijk van die gedachten van anderen. Ja. En dan kan je argumenten geven om het anders te doen. En dat scheelt ook als je dus een beroepscode hebt, van dat je het vanuit je beroep, zo pakken we het ook aan. Ja. En net als dat je, een beroepscode is ook voor een arts, dan is het heel erg duidelijk. Je hebt dit afgesteld en dat gaat iedereen vanuit, weet je. Maar, de codes van artsen zijn natuurlijk vooral zo geformaliseerd dat het bijna bureaucratie wordt. Ja. Nico, ik weet dat je nog wat wil zeggen, maar we zijn aan het eind gekomen. Klein slotvraagje. Heb jij nou het idee, Nico, dat die communicatieprofessionals, dus niet je studenten, maar gewoon de mensen die dat doen bij een bedrijf of bij een instituut, dat die jullie stuk lezen en denken van dat gaan we meer doen. Is er draagvlak voor jullie verhaal? Ik denk het wel. Ja? Jawel, ik denk het wel. En ik zie ook op LinkedIn, waar ik natuurlijk heel erg actief op ben, heel veel wel voorbij komen waarin mensen toch wel met dat onderwerp bezig zijn en dat ook belangrijk vinden. Ik denk het wel. Alleen denk ik wel dat het nog... Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het nog te weinig de mogelijkheid en mandaat is in het bedrijfsleven en bij de overheid om die rol te mogen, te kunnen, maar ook te mogen pakken. De beroepsvereniging, opleidingen, daar zou ik toch heel graag zien dat ze toch wat meer bagage op dat vlak meekrijgen, zodat ze ook, en dat is een beroepscode, ik denk dat dat ook sowieso je steviger maakt. Hè? Als je op een gegeven moment in een discussie ook kunt zeggen van, jongens, ik krijg letterlijk van mijn beroepen op een flikker als ik dit ga doen. Dat kan ik niet maken. Dat het dan allemaal wat makkelijker wordt. Maar ik zie wel dat, ik denk wel dat er dan hulp nodig is vanuit de opleidingen, universiteiten, hbo-opleidingen en zeker ook vanuit de beroepsvereniging. De kijkers kunnen ook in ieder geval onder deze uitzending dus jullie whitepaper lezen. Ik denk dat dat ook al helpt om wat dingen op een rij te zetten, want een code is natuurlijk wisselstreng. Terwijl jullie geven reflectie met goede voorbeelden ook, die mensen wel aan het denken zetten. Zelf weet ik ook wel als ethicus in de praktijk, mensen willen best, hè? Ideaal is makkelijk geformuleerd, maar net als in de supermarkt gezond eten kopen. Maar het is ook weer zo makkelijk om dan toch weer pindas en chips te kopen. Ja. En zo werkt het ook in organisaties. Ja. Dus ik denk dat de paper ook op die manier wel kan inspireren om voorbeelden te krijgen van hoe moet je dat dan, waar begin je dan? Hè? En voor jullie is dat toch eigenlijk wel, jullie gaan wel vrij filosofisch te werk, namelijk van terug naar de kerntaak. Bestudeer die diensten, die producten, die processen. Dat is heel praktisch hoor. Ja, zou je zeggen. Maar mijn ervaring met praktische mensen is toch dat ze die grote greep wel eens missen. Hey, jongens, leuk dat jullie hier waren. Mag ik nog één ding zeggen? Je mag wel één ding zeggen. Als uitsmijter. Ja. Je kan nog zoveel communicatiespecialisten hebben, hè, op allerlei gebieden. Je kan er afdelingen mee vullen in een organisatie. En die kunnen allemaal heel erg goed opgeleid zijn. En noem het maar op. Als er geen vertrouwen is, dan heeft het allemaal weinig zin. Ja. En vertrouwen is? Vertrouwen krijg je alleen maar door betrouwbaar te zijn. En wat is dat? Betrouwbaar is zorg dat je organisatie op orde is. Met zowel de kernopdrachten, je producten, diensten, je bedrijfsprocessen, je intern gedrag, je extern gedrag. En als niet op orde is, past en dan je communicatie. Dus, hè, en dat onder andere, hoe krijg je dat voor elkaar door ethisch te werk te gaan? Jongens, dank dat jullie waren bij de Nieuwe Wereld om te vertellen over ethisch communiceren vanuit
een betrouwbaar opgebouwde organisatie. Goed samengevat, hè? Ja, heel mooi. Heel goed. Dank je wel. Dank je, jongens. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.